Ik ben Gloria, ik ben 16 jaar. Ik woon in mijn pleeggezin met twee zussen, mijn broer en mijn twee pleegouders. Ik kwam hier al toen ik 6 maanden was. Mijn biologische moeder die kon niet voor ons zorgen en toen zijn wij in pleeggezinnen gezet. Ik merk toch wel dat ik met mijn broer meer dingen gemeen heb. Zoals vroeger hebben we heel veel gesport samen, want mijn pleeggezin familie die is daar niet zo van. Ik heb nog één zus. Zij is opgegroeid in een ander pleeggezin. Zij was ook heel jong toen ze daar kwam. Hey! Lang niet gezien. Ja man, goed met jou? Goed. Ik merk wel dat ik nu niet een betere band heb met Shoni, maar dat ik hem beter ken. En dat Choma een soort vriendin contact is, omdat ik er ken en omdat ik er mag. Maar niet, het voelt niet echt als familie soms. Hoe vind je dat ik met Shoni ben opgegroeid, zeg maar, en dat jij niet echt even ons twee had of zo? Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk beseft dat je dingen mist en hoeveel je eigenlijk wel niet mist. Ik weet dat je mijn zusje bent en zo voel je ook, alleen toch ook weer ergens een klein stukje niet, omdat we niet met elkaar zijn opgegroeid, snap je? Ja. De dagelijkse dingen die je normaal als broers en zussen van elkaar weet, die weten wij niet. En de dingen die er juist voor zorgen dat je als broers en zussen een goede band hebt en dat je elkaar goed kent, dat hebben wij dus niet. Dat je dan na het eten nog naar buiten kan of zo, dat heb ik dan. S'avonds een bordspelletje of s'avonds samen uit bed en dan stiekem mijn dingen doen of zo. Samen in bad of zo, weet je wel, vroeger dat soort dingen. Ja. Zo hebben we gewoon niet gehad. En ook gewoon die dingen, weet je, met ons haar en zo. Ja. We hebben dat, stel we waren met z'n drieën bij ons eigen gezin opgegroeid, dan hadden we allemaal manieren meegekregen welke crème goed is voor ons haar en zo. En nu moeten we dat zelf uitvogelen. Ik vind het toch wel jammer dat wij niet ook met Choma zijn opgegroeid. Wat vind jij daarvan? Ik vond het voor jullie vaak vervelend dat je niet langer samen met elkaar kon optrekken. Want ik gunde het jou en Shoni echt dat je je zus net zo goed zou leren kennen als dat jullie elkaar kennen. Maar misschien kunnen jullie daar nu nog wat stappen in maken nu je groter wordt. Want we hebben elkaar tenminste nog wel kunnen zien. Mm-hmm. Ja, met bezoekregelingen en zo. Waar we ook niet heel veel over hebben kunnen zeggen. Want er wordt niet aan ons gevraagd of we elkaar vaker willen zien of zo. Jeugdzorg bepaalt gewoon. Ja. En hoe zou het zijn geweest als wij met z'n drieën dan in een ander gezin hadden gezeten? Misschien was dat gewoon beter. Ik denk het wel ergens eigenlijk. Ik denk het ook. Maar ja, de tijd is niet echt terug te draaien. Dus probeer dankbaar te zijn met hoe het contact nu tussen ons is. Ja. Je moet proberen kinderen zoveel mogelijk samen te brengen. Vragen of kinderen meer contact samen willen hebben. Want ik merk wel echt dat mijn zus en ik tijd hebben gemist. En die tijd kunnen we nooit meer inhalen.